Hallo, ik ben Marcel Cox. Ik werk als ecoloog bij Waterschap AMA's. In deze tijd is het niet voor iedereen weggelegd om de natuur in te gaan. Het coronavirus houdt veel mensen in de greep, ze kunnen niet naar buiten. Dus ik dacht van, nou, zal ik mijn camera's meenemen? Dan kunnen de mensen die de hele dag binnen moeten zitten, toch een beetje genieten van de mooie natuur die we hier om ons heen hebben. We gaan lekker scheppen hier in deze pool en eens kijken welke salamanders we hier vandaag kunnen vangen. Zoals je ziet begint het al licht te schemeren, het is al later op de avond. De reden dat ik dit doe is dat de salamanders ook vooral 's nachts actief zijn en ze komen dan naar het oppervlakte van het water, waarbij ze ook balsen en indruk op elkaar maken. En het lijkt me vooral leuk om dat ook een keer aan jullie te laten zien. Dus nou, hopen dat het lukt. Ik ga mijn spullen pakken en we gaan lekker aan de gang. Veel plezier, tot straks! Als je dan eenmaal geschept hebt, dan ben je natuurlijk benieuwd wat je gevangen hebt. Nou, kijk, hier hebben we al een mannetje van de kleine watersalamander. We pakken deze altijd met handschoenen. Want net zoals nu het coronavirus heerst, hebben we ook onder de salamanders te maken met het virus. En we willen natuurlijk als natuurliefhebber voorkomen dat we dat verspreiden. Dit is het vrouwtje van de kleine watersalamander. Dikke buik, dus waarschijnlijk heeft ze genoeg eitjes die ze de komende tijd nog af gaat zetten. Nou, zoals je ziet kruipen er verschillende salamanders in het net. Mooie vangst. Natuurlijk is het altijd mooi om naast ze in het net te zien om ze even in een klein aquarium te bekijken. Links zie je nu het vrouwtje, rechts het mannetje. Dit is eigenlijk de mooiste tijd van het jaar. Deze tijd hebben de mannetjes een mooie kam op de rug. Zodra ze dadelijk het land weer opgaan, dan verdwijnt die kam weer. Dus dat is echt nu alleen in de paartijd dat ze deze mooie kam dragen. Bij het vrouwtje rechts zie je de dikke buik. Daar zitten nu natuurlijk de eitjes in. De komende tijd zal ze deze af gaan zetten. Het is niet zoals bij kikkers dat ze een hom kikkerdril leggen. Maar een vrouwtje van de salamander die plakt tussen een blaadje van bijvoorbeeld een moerasvergeetmietje één eitje. Dan vouwt ze het blaadje dicht en dan gaat ze naar het volgende blaadje en dan zet ze het volgende eitje af. Linksonder op de bodem zie je nog een larve van de salamander. Dat is een jong van vorig jaar. Wat je nog heel mooi kan zien zijn de uitwendige kieuwen. Bij de volwassen exemplaren zijn deze verdwenen. Die hebben voor longademhaling of huidademhaling. Ik heb nog een salamander gevangen. In mijn ogen is dit de mooiste salamander die we hier in Laabeek hebben zitten. Wat je hier nu ziet is het mannetje van de Alpenwatersalamander. En die kleurt natuurlijk wel heel tropisch in deze tijd van het jaar. Vooral de panterprint op de flank van zijn buik en zijn wangen. Zojuist vertelde ik jullie dat de vrouwtjes van de watersalamanders hun eitjes afzetten door een blaadje om te vouwen en daar een eitje tussen te plakken. Daar zie je zo'n blaadje van een moerasvergeetmietje wat is omgevouwen door een vrouwtje. Ik ga proberen of ik het blaadje een beetje richting de camera kan draaien, zodat we ertussen kunnen kijken. Kijk, het is hol, het is omgevouwen. En het eitje zit ertussen geklemd. Hier zie je de punt van het blad. En in die holte, daar zit een klein licht puntje. Maar dat is op deze afstand voor de camera denk ik niet te zien. En dat is het eitje. Mooi veilig weggestopt. We zullen snel met rust laten. Nou, inmiddels is het donker geworden. We gaan nu met de zaklamp over het wateroppervlak schijnen. Kijken of we salamanders kunnen zien. Heel veel kleine watersalamanders zitten er aan het oppervlak. Zowel mannetjes als vrouwtjes.
het zijn er echt veel, meer dan ik dacht. Nou, zoals jullie kunnen zien, het is inmiddels aardig donker geworden. Dus ik ga er een punt achter zetten. Ik vond het hartstikke leuk om jullie een avond mee op stap te nemen. Ik wens iedereen heel veel sterkte in deze gekke periode. En hoop dat we elkaar snel in het veld weer kunnen zien. Tot ziens!